Welkom bij Kleien Blij. Ik heb een plak gerold. Dat heb ik gedaan met een deegrol. Zo, op deze manier. En daar ga ik een structuurtje in aanbrengen. Van een gordijntje. Dat geeft een leuk effect. Want we gaan een vlinder maken. En dan is het altijd fijn als er wat op die vleugels te zien is. Dit gordijntje rollen we stevig in de klei. En omdat ik het ook aan de onderkant heb gelegd, krijgen we het structuurtje aan twee kanten. Als je dan aan de andere kant van de vlinder kijkt, is die daar ook mooi. Zo, eens even kijken of het er goed in zit. Kijk eens even. Wat prachtig. Nou, halen we het gordijntje weg. En dan hebben we een malletje van een vlinder. Die leggen we erop. En dan gaan we het model van de vlinder uitsnijden. Hoeft niet exact. Maar wel door en door. Als we dan de klei die over is weghalen, als we goed doorgesneden hebben, ja, los maar. Kijk. We hebben wel een heel mooie vlinder. Een vlinder, die vleugeltjes, die staan over het algemeen een beetje omhoog. Dus daarvoor heb ik alvast een rolletje, een wc-rolletje, een lege, een stukje folie overheen gedaan. Kijk, en daar leggen we de vlinder bovenop. En als die dan droog is, dan blijven de vleugeltjes omhoog staan. Dus dan ziet het er zo uit. Nou heeft hij ook nog een lijfje, de vlinder. Dus dan moeten we even een worstje maken. Zo. En dat plakken we met een beetje water. Plakken we dat vast aan zijn lijf, aan zijn vleugels. Kijk. Goed vastmaken. Nou. En als het goed vast zit, dan ziet dat er zo uit. Daar hebben we ook nog een klein gaatje erin geprikt. Daar kan dan straks een ijzerdraadje doorheen om hem op te hangen. En zo kan die dan drogen. En dan kunnen we mooi aan de schutting hangen. Of aan een stokje in een plantenbak. Of iets dergelijks. Dat ziet er gezellig uit in de tuin.